Dus even kijken, het nummertje gaat naar beneden. Top, dan zet ik hem weer uit. Kost dat batterie? Ah, yes. Batterie. Zo kan je dat toch goed, jong. Ik heb echt eventjes iets nodig om... door deze dag heen te komen. we zouden op zich de motor aan kunnen zetten. Hadden we niet voor het grootte van het schip 2 motoren inmiddels nodig? Is dat zo? Hij was een beetje aan het haperen, maar... Ja, dit ja. Nee, andere kant. Gewoon de andere kant op. Oh. Heb je... Nee. Oké. Ga prima zo. En steering wheel moet je dan ook even omdraaien? Doei. Oké, ik gooi wel aan. Ja, maar we gaan op die kant op, gast. Oké, ga ik even kijken of we de goede kant op gaan. Ja, we gaan perfect. Top. Oké. Ja, gaat wel stroefies, lijkt het wel. Ja, hij gaat niet volle kracht, hoor. Ik weet niet, kunnen we ergens volle kracht zien? Dan kan we even kijken of we eentje extra moeten maken. Ik weet niet hoe duur dat ook weer is. Ja, dat weet ik ook niet. Engine. Circuitboard nodig. 20 planken. 5 ropes en 5 metal ingots. Zullen we die hiernaast zetten? Of gaan we die aan de andere kant zetten? Wat doen we? Weet ik veel. Van de andere kant, denk ik. Het maakt denk ik niet uit. Oké, wacht. Eens even. Ik heb even drinken nodig. Ik ga sterven. Bruce! Huh? Waar zit die heel, joh? Ah, hij heeft een vangnet gepakt. Ah, kut. Ik heb hem hier neer kunnen zetten. Wil ik hem hier neerzetten? Nee, ik wil hem iets dichterbij hebben. Wacht even. Dan gaan we deze zooi ook even weghalen. Zodat we hem dichterbij kunnen zetten. Weg met die simple purifier en dit kookding. Ik ga ze eraf gooien, Don. Ze zijn weg. Oké. Even kijken. Ja, hij kan echt letterlijk hier staan. Helemaal top. We moeten even biofuel hebben. Place biofuel. Change direction. Die kant op. Activate. Oh. Gaat het smoother? Ja, toch? Denk het. Kunnen we niet een splitter in de biofuel ding? Ja, kijk. Hij loopt nu weer vast. Zie je dat? En dan zet ik hem neer. Ja, we hadden meer nodig. Dat was hem. Nice. Oké. Maar wat zei je? Een splitter? Ja, kunnen we niet een splitter bij die pijp van die biofuel, hoe heet het, doen? Ik denk dat het automatisch gebeurt als je een pijp ernaast legt. Oké. Maar dan moeten we even een pijpje maken. Ik weet even niet meer waar dat ook weer staat. Even zien. Pijpie. Ik houd van pijp. Oh ja, fuel pipe. We hebben scrap nodig. Ja, dat werkt automatisch. Oké, we moeten de steering wheel even aan de kant zetten. Tering, wat gaan we snel. Gaan we snel? Ja, we gaan eigenlijk snel. Oké, ze zijn geconnect aan elkaar. Gewoon een extra pijpje hier neer, joh. Boeien. Ja, we hoeven geen kistdingetje aan op te vullen. Zo, ga ik eventjes zien hierboven. 1300 meter. Sta ik erbij, gast? Ja, gaat prima. Ja, gaat lekker. Oké, dit ding zit nog... Requires biofuel. Het zit nog helemaal vol. En we worden natuurlijk ook gevoerd. Helemaal toppie. We hoeven geen biofuel te maken, want we hebben nog ongelooflijk tering veel. We gaan natuurlijk wel 2 keer zo snel. Maar we hebben nog 11 van die zooi. Oh, dat komt wel goed. Gaat helemaal goed komen. Oh, nou, ik zie al iets in de verte, hoor. Een eilandje. Oh, dat is gewoon, dat is gewoon een klein eilandje. Ah, dat is misschien een tusseneilandje. Ja. Kunnen ze eens even looten. Snel. Ah, 5 plankjes en dan gaan we eventjes recht heen, zo. Oké. Ik ga even boomzakken. Is goed, ik zet het anker uit. Maar we hebben niet meer dingen nodig, toch, dan hout? Plastic misschien? Ja, maar dat vind je niet in de rups van eiland, denk ik. Nee, maar op zich, alles is welkom. Dat is zeker waar. Oeh, metaaldetector daar anders even. Oeh. Kijk hoor. Ja! Oh! Don, je bent zo'n geniaal gozertje, joh. Big brain. Ik heb er niet over nagedacht, joh. Dory. Nou, er zitten heel veel planken. En meuk. Wat top, joh. Dat is het enige. Misschien kunnen we daar juist wel die ene titanium ore vandaan halen. Ik denk het ook wel, ja. Dat denk ik wel met die ene. Ja, ik weet niet of het gewoon pre-planned is, maar. Daar was wel gelukkig mee. Hé, ik heb een palmzietje. Lekker.
Niet een kissie. Uh-oh. Ik zit weer vol. Even kijken. Konden we ook geen backpack maken of zo? Voor extra inventory space? Ik dacht het, maar ik kan me niet meer echt herinneren. Had wel top geweest. Voor mij zouden... Ja, voor mij zat het wel bij me. Hebben we voor mij wolven nodig. Oh, ja. Like always. Ik zie je door de boom het bos niet meer, joh. Through the trees, I don't see the woods. Dankjewel voor dat. Je moet af en toe gewoon even kunnen. Ja, maar deze boom hier nog. The last. Alright. Nice. Let's go, baby. Ik kan het vissen, Don. Ja, ik dacht, we hebben rauw voedsel nodig voor die, hoe heet het? Dus ik dacht, ik zet hem gewoon even het hengeltje uit. Mag ik zeker doen. Zal ik even kijken of we nog een beetje goed gaan? We moeten een beetje naar rechts. Oh, een beetje naar rechts, oké. Ja, ik zeg wel stop. En 3, 2, 1, en stop. Toppie. Oké. Okay. Dan moet ik trouwens even uitzetten. Oké, mijn inventory is elke keer weer helemaal vol. Ik kan me echt inderdaad herinneren dat we een backpack, ja. Even zien. Ja, een backpack. Daar hadden we wolven nodig. Ja, ja, ja. Ik heb alweer 20 plankjes erbij. Dat is echt top. Kijk, dat is gewoon netjes. Wat doen we het voor? Echt zoveel zooi. We konden geen honeycomb erin gooien, toch? Dan moesten we toch echt een potje doen met glas. Ja, met glas. Ja, ja. Ja, dan heb je 6 honeycomb nodig en 1 glas. Dan krijg je 2 honing. Dus dit is mijn kist. Oh, daar zat ik de hele tijd al op te wachten. Oh, die was lekker. Dan voelt dat fijn, hè? Al kijk jij de footage terug. Dit zijn gewoon momenten die jij aan het praten bent. En dan draai ik gewoon weg van de camera. Zie je dat? Hij komt. Ja, nee, hij komt niet. Bro, maak eens een leuke compilatie van Don die gekke gezichten trekt. Oh, nee. En stuur ze allemaal naar me toe door. Dan heb ik allemaal goede thumbnail gezichtjes. Oh, nee. Gewoon echt deze opname sessie alleen maar Don die gezichten maakt. Ja. Ik vind het wel leuk trouwens, dat gras dat we hebben. Heel productief. Ja, als we dan ook nog een beestje erbij hebben. Dat zou top kek zijn. Ik ben zo benieuwd welk beestje we kunnen vangen, jong. Die varkens werkt gewoon niet. Ja, inderdaad. Misschien ander soort varkens. Hmm. Deze waren gewoon echt agressief. Nou, nog 710 meter. Kijk. Even deze dingen even omhakken. De laatste... Ik heb er 4, joh. Dat is echt top. 1, 2, 3, 4. Zo. Sproeien. Lekker water gekregen. Waarom krijg jij geen water, gast? Oh, cringe. Oh, hij heeft wel water gekregen. Oké. Doe, kijk eens in de verte. Dat is helemaal niks. Teringlaaier, vuile rat. Ik ging nog echt helemaal zo kijken van aan de zijkant van mijn... Ik zie wel wat! Oh, echt? En het is tering groot. Aan de zijkant van je scherm kan je het zien. Grap gast. Nee. Het is recht. Ik wil spoilen wat voor vorm het heeft. Ik zie nog niks. Mijn rendedistance zijn al minder. Het is dus serieus. Ik moet iets naar rechts ervoor. Nu kan je het echt wel zien. What? Het is een tering grote doom. Don, is dit zo'n force field van Ark? Zo, oh nee. Hè. Oh, wow. Dus komen met dino's tegen. Oh nee. Hè. Als er dino's zijn, dan ga ik even. We just went full fucking circle. Yo, what the fuck? We kunnen daar bovenop zien te klimmen. Zo hele oh nee, ik zie, een opening waar we in kunnen varen. Okay. Eigenlijk gewoon recht zoals we gaan. Oké, gaan top. Wacht aan Jeroen. Dit is voor mij toch wat we zagen, dat het de Utopia was wat zeg maar nog leefde. Dat zou kunnen, ja. Oh. We moeten trouwens iets meer naar rechts, anders halen we het niet. Ah ja, kapitein. Yeah. Ja, we gaan nu echt recht naar de opening. Gast. Waar zijn we te breed hiervoor? Ja, anders moeten we buiten gewoon even parkeren. Nou, ik denk het ook. Het is een gigantische deur. Maar ook gewoon kijken, fucking... Wat de fuck zijn dat? Dat zijn wolkenkrabbers. Wat doet dat daar? Ja, weet ik niet. En een vluchtverkeersleiders toren. Zou wel grappig zijn als dit zeg maar zo'n eiland is wat ook echt wegdrijft, weet je wel. Want ik ga hem netjes erin parkeren. Hey, ik heb mijn vaarbewijs. Prik jij maar even lekker in. Ik ga mijn best doen. Oh. En dan links! Volgens mij had je 1 motor uit moeten... Ja, nee, dat kunnen we niet in. Motor uit. Dan als je niet in kan, dan kan je niet in, oké? Okay. Ankertje uit. Nou, ankertjes uit. Ja, dat is gewoon lekker. Oké. We hoeven niet nat te worden. Dat is... Ik zit vast. Help. Ik moest bukken. Heb je dat vaker? Ja, als ik ergens vast in zit, dan moet ik even bukken. Dan komt mijn stiefbroer mij helpen.
Are you stuck? Help me, stepbrother. Kijk of hier al iets onder water zat. Nee. We kunnen de deur opmaken hierom. Wacht even. Ik kom er al aan. Ik moet even inventory leeg, want sowieso komen we echt ongelooflijk wel zooi tegen. Oh, de tyfus, ja. Laten we even zorgen dat we genoeg... Ik ga even metaaldetectoren. Alles is van metaal. Nee, geen signaal. Hij volgt echt tot de dag van nu, hè. Die haai is geen opgever. Je zou toch zeggen dat hij inmiddels verhongerd zou moeten zijn? Ja. Oh. Maar hij heeft ook af en toe zo'n krultje. Ik moet even eerlijk met je zijn. Af en toe, weet je al, gooi ik zo'n krultje overboord van hem.